Weet je wat het leuke is aan het voorjaar? Heel veel dingen komen weer tot leven. De planten gaan weer bloeien, de vogels keren weer terug en de reptielen komen uit hun winterslaap. Dat is precies wat ik vandaag ga doen. Vaste stekkie, net als veel eerdere jaren, weer even lekker op zoek naar ringslangen. Omstandigheden zijn perfect. Het is lekker zonnig, het is nu een graad of 15, 16, lekker aan het opwarmen. Heel mild briesje. Dus hele goede omstandigheden om nu in het vroege voorjaar ringslangen te gaan zoeken. Ik heb er zin in. Let's go! Aangesproken. Toch mooi, werd net al aangesproken door iemand die zegt, zoek je slangen. Ja, ik zoek slangen inderdaad. Ja, ietsje verderop heb ik ze net weg horen schieten. Was aan het hardlopen en toen hoorde ik ze. Ze zitten er in ieder geval. Terwijl ik heerlijk tegen de zon in loop te kijken, is de kop eraf. De eerste ringslang is binnen. Ik hoorde op een gegeven moment al gekraak en geritsel. En ik dacht, dat kan maar één ding zijn. Dat is een slang. Heb gestopt, goed gezocht. De eerste ringslang is binnen. Ze hebben het nu echt perfect voor elkaar hier. Lekker hellinkje op het zuiden. Nauwelijks wind, lekker zonnetje. Deze was ook al behoorlijk actief. Die was behoorlijk aan het rondkruipen. Hopelijk een opmaat naar meer. Wat mij betreft wel. Laat de rest maar komen. Toch nice, ringslangen gevonden. Ik heb de camera er nu even op staan. Ik heb even gewisseld van camera ook. Ik had eerst mijn Sony met de telelens erop staan. Maar wat ik merkte is dat op een gegeven moment dat het dan net te dichtbij is om goed scherp te kunnen stellen. Dus even de Good Old P1000 weer van stal gehaald. Wat je heel mooi zag is dat die slangen, die liggen dan hier zo op een zonnig plekje. Liggen met elkaar op te warmen. Eén vrouwtje. Heel veel mannetjes eromheen, dus dat betekent dat die mannetjes die willen alleen maar paren. En dat vrouwtje die heeft dan vaak gewoon hele kluwe mannetjes eromheen. Dus je zag op een gegeven moment zo 4-5 kopjes zo uit die boomholte steken. Fantastisch gaaf gezicht. Ik vind sowieso die ringslangen, ik vind het zulke mooie beesten. Olijfgroene kleur, gele band achter de kop. Totaal ongevaarlijk voor mensen, niet giftig. Als je er een ziet, vooral van genieten, van afblijven, lekker laten liggen. En geniet van de prachtige beest. Want man, wat zijn die ringslangen mooi.
smelt hier weg. Ik heb wel ringslangen gezien. Heel vet kunnen bekijken. Mooie slangen ook. Lagen mooi in het zonnetje op te warmen. Eén vrouwtje met een aantal mannetjes eromheen. Dat was wel heel cool om te zien. Het vrouwtje was duidelijk groter dan die andere mannetjes. Dat is bij ringslangen zo. Ook bij bijvoorbeeld adders is dat zo. En gladde slangen. Fantastisch mooi gezicht. Op een gegeven moment 4 kopjes tegelijk uit die holte. Ja, echt genieten. Schitterende beesten. En ik ben ieder jaar weer blij als ik ze toch nog even kan bekijken. Ik hoop in ieder geval dat jij het ook tof vond om mee te kijken. Als je het een vette video vond, doe even een duimpje omhoog en een reactie wordt gewaardeerd. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En zie ik je de volgende keer weer. Gaan we weer andere vette beesten zoeken. Tot dan. Doei doei!